Ja, ik ben Marlies Dekkers, ik werk bij de gemeente Ede en ik ben projectleider van het project Hakselseweg. En wij nemen deze video op omdat we dit eigenlijk graag aan u live hadden willen presenteren. Maar dat kan niet in verband met corona. En daarom doen we het digitaal. En ik wil u laten zien wat gaan we doen in de straat. Eigenlijk de aanleiding is dat het riool aan vervanging toe is. En dat we in Ede heel erg inzetten op het verbeteren van de fietstoegankelijkheid van Ede. Dus we gaan hier riool vervangen en we gaan een fietsstraat aanleggen. En als we dan toch zo aan de slag gaan, dan pakken we ook gelijk de parkeerplaatsen mee. Dat we die beter gaan inrichten, mooier gaan inrichten. En het trottoir gaan we ook opnieuw bestraten. En dan staan er ook nog bomen. En die bomen, die hebben een goede kwaliteit. Die willen we graag bewaren. Dus zoveel mogelijk bomen laten we staan, ondanks de werkzaamheden. Een aantal moet gekapt worden. En daar waar we nog wat nieuwe bomen kunnen aanplanten, doen we dat ook. Nou, dat is eigenlijk op deze tekening staat dat weergegeven. Dan is het best wel ingewikkeld om zo'n tekening te lezen misschien. En dan, daarvoor laat ik u zien wat hier allemaal op deze tekening te zien is. Nou, op deze twee tekeningen samen staat het hele projectgebied. Dus het begint hier linksboven bij de Oortveldlaan. En we eindigen hier rechtsonder bij de Kolkakkerweg. En wat u dan ziet is heel veel rood. En rood staat voor fietsstraat. Dat is waar de auto's overheen gaan. De auto is te gast in de Hakselseweg. En dat betekent dat de fietsstraat vooral fietsvriendelijk is ingericht. De auto's mogen er overheen en voor de rest gelden gewoon de verkeersregels zoals die in elke straat in Nederland geldt. Naast de fietsstraat hebben we parkeerplaatsen liggen. Daar staat een P in. En naast de parkeerplaatsen liggen trottoirs. En we hebben verkeersplateaus die ook een beetje de snelheid van de auto's afremmen. Die ziet u bij elke zijweg. Alle groene vlekken zijn bomen. De donkergroene vlekken zijn bomen die blijven bestaan. Lichtgroene vlekken zijn nieuwe bomen en bomen met een rood kruis erdoor die gaan gekapt worden. Nou, al met al komen er iets meer bomen terug dan dat er nu in de straat staan. Even kijken, de details. In de legenda kun je zien wat we allemaal op de kaart tegenkomen. We hebben het net al gehad over rode asfaltverharding. Maar we hebben ook de plateaus die bestaan uit rode betonklinkers. Net zoals de parkeerplaatsen. Zo komen we ook wat tekens tegen van hoe de beleiding op de straat eruit ziet. Hoe zien we dat dan op de kaart? Als we dan inzoomen op dit stuk hier. Dan zie je in de lichtgrijze tekentjes heel klein. Dat zijn straatlantaarns. Die blijven ook bestaan. Er zijn een paar straatlantaarns die iets verplaatst worden. Die staan in een donkergrijs signaal. Kunt u ook via de legenda terugvinden. En wat ook wel interessant is voor u als bewoner aan de straat. Hoe breed uw inrit wordt bij uw eigen trein. En die is hier aan de oneven kant is die gemarkeerd door rechthoekjes. En aan de even kant ziet u dat gewoon met grijze vlakken weergegeven. Dan gaan we nog even naar het groen gedeelte hier aan het einde van de Hakselseweg. Ter hoogte van de Kolkakkerweg. Dan ziet u verschillende kleurvakken. En die komen overeen met de kleurtjes in de legenda. Dus niet met de kleurtjes van de bloemen. Dat kan, maar dat is toevallig. En hier ziet u welke bloemen en planten er geplaatst gaan worden. En ze bloeien eigenlijk allemaal een beetje op verschillende tijdstippen, zodat er altijd wat kleur in dit gebied is. Mocht u nog vragen hebben over het ontwerp of een opmerking hebben. In principe staat het ontwerp vast, maar we kunnen altijd een fout gemaakt hebben. Maar ga naar de website, ga naar het contactformulier. En stel uw vraag of maak uw opmerking. En dan zien wij het graag tegemoet. Bedankt voor uw aandacht.